Yes, yes. We zijn er weer. Fresh, fresh in je oren. Let's go. Haha. We gaan er weer een foto van maken. Yes, yes, we zijn er weer. Mijn naam is Ben Kramer. We zitten hier nog met Reggie en met Marvin Leeter. Je weet zelf. Je weet zelf. Ja, ja, ja. Onze fitboy. Ja, mijn gym is failliet. Weet ik toch. Dus ik moet echt een nieuwe gym zoeken. Ja, hoe dan? Gewoon rekeningen niet betaald, of... Wie, de gasten? Ja. Nee, het is gewoon een groot bedrijf. Het is een hartstikke grote gym, een internationale gym. Maar ze hebben volgens mij gewoon een concept dat niet werkt in deze stad. Snap je? En het is best wel prijzig. En ik denk dat ze gewoon over de kop zijn gegaan, omdat het gewoon te fancy-pansy is. Ja, zonde. Ja, echt jammer. Ja, het is echt een hele goede gym. Ook een hele dure gym, toch? Ja, maar één keer een korting. Dus ik had er niet zoveel last van. Ja, nou ja. Hè? Is er vast wel een nieuwe sportschool vinden, denk ik. Ja, ik moet op zoek. Ik heb verschillende gyms heb ik geprobeerd. En ik moet gaan kiezen. Ja. Maar ja, voor we het over jouw gymlife verder. Ja, want we zijn nu al een minuut bezig met mijn gymlife. Het doet je pijn, hè? Ja. Ik ben ook bezig. Wat zit je nou? Lekker bezig, ouwe. Lekker, tuurlijk. Ik denk dat je het ziet, maar het komt wel een keertje. Ja, je hoeft het niet te zien, jongen, als je maar bezig bent. Nou ja, dat is het. Lekker hard je blijven stimuleren, toch? Retri, doe jij een beetje aan sporten of iets wat erop lijkt? Ik heb mijn fases dat ik wel eens in de sportschool zit, maar ik probeer wel mijn push-ups gewoon te blijven doen. Ja? Ja, man. Iedere dag? Ja, man. Nice. Ja, man. En hoeveel doe je er dan? Elke dag 5x20. So. Ligt eraan hoe fit ik ben. Soms, ik probeer een goede vorm te doen. Dus soms is het maar 5x15, 5x16. Nou, dan kan je er meer drukken. Ja, het is niet superveel, maar het houdt me wel bezig. Hey, dat is hartstikke veel, man. Nee, ja. Nou ja, voor me. Sorry. Ja, als je maar gewoon in beweging blijft, toch? Op wat voor manier dan ook. Dat vind ik gewoon belangrijk. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Hey, maar fijn dat jullie nog in de studio zijn. Ik heb eigenlijk, Reggie, ik heb een vraag voor je. Je bent natuurlijk vader. Heeft het vaderschap het perspectief veranderd en zijn jouw verantwoordelijkheden vergroot sinds je alles wat je eigenlijk hebt meegemaakt, zeg maar? Ja, tuurlijk. Het vaderschap brengt ook een bepaalde druk met zich mee. Weet je, vooral als je ziet dat je zoon, ik heb een zoon, en als je ziet dat hij tegen je opkijkt, of weet je, ik kijk via zo'n app klassenbord, kijk ik soms mee, en dan delen ze soms fragmenten uit de klas. Oh, tof. En dan was hij aardappel aan het schillen. En dan zei hij, ik ga aan papa vertellen. Dus toen dacht ik van, weet je, ik ben echt zijn voorbeeld, zijn rolmodel. Ja. Dus ja, dat brengt echt wel een bepaalde druk met zich mee. Van oké, Reg, ik kan niet verzaken of lacking zijn. Of weet je, je moet echt gewoon on top of your game zijn. Dus zodoende. En ja, ik probeer ook gewoon ervoor te zorgen dat hij niet op de verkeerde manier in mijn voetstappen terechtkomt. Wat is de belangrijkste les die je hem mee wilt geven? Dat hij gewoon zichzelf moet zijn. Weet je, ik bedoel... Ik heb heel veel dingen gedaan die niet bij mij als persoon pasten. Want toen ik zei wat ik gedaan had, zei je ook van, hé, zo kom je niet over. Ja, precies. Dus ik wil dat hij gewoon zichzelf is. En dat hij gewoon zijn kwaliteit optimaal benut. Zijn potentie waarmaakt. Weet je, hij heeft super veel potentie. Dat zeg ik niet alleen omdat ik zijn vader ben, maar het is een jongen die snel leert. Dus ja, hij moet gewoon het maximaal uit zichzelf halen. Ja. Mooi, wat geef jij naar iemand mee? Nee, ik niet. Jawel. Dat weet je oprecht. Ik ben gewoon... Ja, nee, dat is een dom antwoord. Ja. Nee, ik sta er niet bij stil. Dat is anders gezegd. Wat ik haar mee wil geven is gewoon dat ze inderdaad lekker zelf moet zijn. En wat ik... Ik ben best wel overbezorgd, toch? Ja. Dus wat ik mezelf ook aanleer als ze thuis komt met een verhaal... Dat iets niet lekker loopt met een leerling... Of met een klasgenoot of een vriendin... Heb ik mezelf nu aangeleerd van ik hou mijn mond. En ik ga gewoon vragen van wat ze doet. En wat ik vooral wil is dat ze zelfredzaam is. En dat ze gewoon echt goed voor zichzelf opkomt. En de grenzen gewoon goed aangeeft. Helemaal als meisje zijnde. Ja. Dus wat ik wil haar soms invluisteren van je moet voor jezelf opkomen. En verder doe gewoon lekker je ding. En wees trots op wie je bent. En wat Reg ook zegt. Wees bewust dat je talent hebt. Want ze... Ze is een super talentvol qua dansen. Het is gewoon een slimme meid. Ze is vrolijk. Ze is lief. Ja. Weet je toch? 8 jaar durf je nog geen scheldwoord te gebruiken. Weet je? En dat wil ik zo lang mogelijk houden. Maar je ziet wel dat naarmate de kinderen ouder worden, ze ermee worstelt toch? Ja. Dus en daar, dat wil ik haar aangeven. Nee, geef gewoon,
Hou gewoon je eigen grens aan en wandel je eigen pad. Ja. Jij bent ook wel haar voorbeeld. Ja, papa en mama zijn haar voorbeelden, toch? Dus, ja. Ja, ik bedoel niet dat ik je wil verbeteren, maar ik denk, de afgelopen zaterdag was ze jarig. Ja. En daar zag ik wel echt dat zij naar ons beiden opkijkt heel erg. En dat ze echt een mengeling is van beiden, toch? Dus ja. Het is wel leuk. Ik hoop gewoon dat het goed gaat met haar, man. Dat is echt het enige. Jeetje, toch? Ja, ik weet niet of jullie dat hebben. Ik kan me soms echt zorgen maken van, yo, je wordt ouder. Hoe ga je hiermee om? Fuck. Maar los van het zorgen maken is dat als mijn kinderen jarig zijn, dan nodig ik morgen altijd uit. Nee, maar nodig ik altijd uit, weet je. En ja, even kijken. Ah, fuck, is druk en dergelijke. Nou, kan niet, no worries. Maar als het nou iemand jarig is, ik moet de uitnodiging nog krijgen, weet je. Dus, oh, deze boot! Ik vertel zo meteen wat die scoop is, man. Ik vertel... Moet ik je leven alleen laten? Nee. Ik vertel zo meteen wat die scoop is als die microfoon uit is. Want het heeft echt wel een diepere laag, man. Nee, ik weet het. Ik zit hier. Maar zorgen maken, sowieso. Dat heb je, denk ik, zodra je vader wordt, dan begint het zorgen maken eigenlijk wel een beetje. Of moeder wordt natuurlijk, dan begint het zorgen maken. Ik vind het echt tante eng gek. Ja, ik vind het niet eng. Ik vind het wel heel mooi. En ik vind het mooi om te zien hoe iedereen op haar of zijn manier, zeg maar, de best doet. En iets probeert mee te geven aan het kind, zeg maar. Dat vind ik mooi om te zien. En dan denk je bij jezelf van, ja, zo wil ik het dus niet. Of dit vind ik wel tof om te zien. En je probeert je eigen saus daar overheen te gooien, toch? Hoe jij dat wil. En dat vind ik dus het lastige ervan. Ja. Want je wilt over jezelf opkomen. Nou, ik heb 2 kids. Ik heb een dochtertje, Loisa, die is nu 6. Ja, en mijn zoontje, die is nu 7, zeg maar. En moet je voor jezelf opkomen. En Sef, die komt wel voor zichzelf op. Die papa, dat hij bijvoorbeeld op de vuist is gegaan. Als iemand bijvoorbeeld voorpiept in de rij en dan corrigeert hij die, dan gaat het niet. Als er onrecht gebeurt, ja. Hij is een gangster. Ja, maar weet je, dat is lastig, want dan... Hij is wel klein, maar het maakt hem niet uit wie het is. En dan moet je voor jezelf opkomen. Ja, dat mag je eigenlijk als ouder zijn niet goedkeuren, toch? Hoezo niet? Maar dat je andere kinderen zomaar slaat. Dat leren ze op school dat dat niet mag. Ja, je mag niet zomaar slaan, maar wel voor jezelf opkomen. Ja, precies. Alleen is dit de juiste manier om voor jezelf op te komen. Hij liep naar huis en Michelle gaf... Ik vind dat een mooie stelling. Michelle gaf een preek aan hem. Maar hij zegt, ja, mijn papa is toch trots op mij. omdat iemand heeft geklapt. Nou ja, ik leer hem dus aan dat hij voor zichzelf op moet komen. Als iemand jou slaat, dan mag je terugslaan. Ja. En dat weet ik dat ik nu de halve basisschool denk ik achter me aankrijg, want die zijn het dus niet met me eens. Ja, maar what, why though? Ik snap het, maar... Maar dan ga je, als je geslagen wordt of iemand pest je, dan ga je naar de juffrouw toe. Ja, sowieso. Of naar de meester toe. Nadat je teruggeslagen hebt. Nou ja, dat is wat ik dan ook zeg inderdaad, ja. Maar ja. Als je... Klinkt ook een beetje gek misschien, maar als je kan kiezen, dan heb je liever toch dat je, als je geeft toch liever een klap dan je een klap krijgt. En dan kan je het misschien op verschillende manieren, maar dat vind ik lastig om hem dan uit te leggen dat hij op andere manieren kan handelen. Terwijl ik op zich denk, en het is gevaarlijk wat ik nu zeg, hè, van de mensen die luisteren, dat hij op zich wel oké gehandeld heeft, want hij is wel voor zichzelf opgekomen. En dat was in het verleden. Maar hoezo zeg je voorzichtig? Ik heb een keer een artikel. Ik weet niet met wie ik deze discussie had. Maar ik spreek het met regelmaat uit. Van nee, als Naïma wordt geslaagd, moet ze terugpeunen. Ja. Gewoon peunen. Klaar. Ja. En als zij. ik doe het ook gewoon voor. Ja, je lacht, Reg. Ik maak. I'm joking about this. Wat ik haar ook leer. Van als iemand jou duwt. Het is echt erg wat ik nu ga zeggen. Dan duw je terug en je pakt nog een beetje gezicht erbij. Gewoon gezicht ook mee duwen. Dan schrikt diegene ook. En dan doe ik het ook. Je moet misschien het wel. Dan doe ik het voor toch. Maar ik heel lang voelde ik me schuldig om die dingen. Maar ik heb een keer een artikel gelezen. En die vrouw omschreef het hartstikke mooi. Dat jongetje was ook 8, 9 jaar. Mm-hmm. En dat jongetje kwam constant huilend terug bij die vrouw. En die vrouw legde hem uit van... Yo, luister, je moet naar de juffrouw gaan. Volgende dag weer huilen. Want die kinderen zijn onverbiddelijk. En op een gegeven moment zei ze... Ik moet dat artikel echt zoeken. Desnoods deel het op Instagram. Zei ze van... Dus op een gegeven moment zei tegen de jongen van, weet je wat je gaat doen nu? Jij gaat nu lekker terug en je slaat de jongen gewoon nu gewoon terug. Want ik ben nu helemaal zat, helemaal klaar mee. En de jongen stond direct aan en heeft de jongen teruggeslagen. En voelde zich op dat moment veel veiliger. En toen stopte het pesten ook. En ze zei ook van, ja, wij zijn heel erg met het juist handelen. En kijken wat vanuit een volwassen perspectief.
Maar die kinderen moeten wel op hun eigen manier moeten ze hun grenzen aangeven. Dat klopt wat je zegt. Wie zegt dat het verkeerd is? Dat is misschien hun manier van communiceren, toch? Als ik op een basisschool zou werken en alle kinderen doen dit. Tuurlijk. Ja, dan ben je de hele tijd bezig met opstootjes en dingetjes. Tuurlijk. Dus vanuit hun perspectief begrijp ik het ook wel. Alleen, ja, je eigen kind, je eigen vlees en bloed. Ja, die moet gewoon voor zichzelf, en vooral in deze maatschappij, wat steeds erger wordt tegenwoordig, ja, voor jezelf op kunnen komen. Zolang ik niks zeg, ben ik het overal volledig mee eens. Ja, ik hoor dat je stil bent. Ja, ik weet niet, man. Het is net tijdens rijlessen, toch? Zodra je niks zeg, ga je er echt door. Het is waaste. Ja, toch? Ja, ik weet niet, bro. Ik vind het knap. Hey, toch? Maar ik vind het goed dat hij het doet. Alleen, het moet natuurlijk geen... Het is nu een paar keer ervoor gevallen. En hij, in zijn optiek... Dat is het. In zijn optiek is iemand dan niet eerlijk. En hij kan, als hij benadeeld wordt of onrecht, nou, dan krijgt hij een soort vat voor. Dan kan hij gewoon niet mee omgaan. En dat maakt niet uit wat het is, of op het schoolplein, of bij de hockey, of als iemand voorpiep, of iemand zoetsen. Niet dat hij meteen op losramt. Maar als iemand degene dan door blijft gaan, ja, dan corrigeert hij. Zolang hij maar niet random kinderen gaat slaan, of gemeen gaat doen uit eigen onzekerheid, dan is het iets anders. Maar laat ik even benoemen dat het echt, je kent hem ook, het is een schat van een ventje. Nee, hij doet echt over het algemeen geen vlieg kwaad. Maar dit is wel wat ik zo lastig vind dan, zeg maar. Nee. Dus ja, we gaan nu rechtsaf. Even Je maakt je te druk, man. Hoor nou. Wat zeg jij nou tegen mij? Ik maak me te druk daarom. Ja, ik maak me heel erg druk. Maar je maakt je te druk daarom. Ja, nou, misschien wel eigenlijk. Dus ja, vaderschap heeft jou eigenlijk wel veranderd, inderdaad. Zijn er nog meer dingen wat je zou willen delen, wat jou heeft veranderd sinds het vaderschap in je leven, in relaties, in wat je nu bijvoorbeeld anders zou doen, of wat je de jeugd zou mee willen geven? Het zijn een hoop vragen in één, hè? Ja, ik bedacht en denk, oh shit, dat zijn er te veel eigenlijk. Ja, het vaderschap is gewoon eigenlijk een eer voor mij, weet je. Het is super mooi, weet je, als je de verantwoordelijkheid hebt over zo'n kind. En helemaal dat je ook bepaalde eigenschappen van jezelf terugziet. Of op foto's. Als ik soms foto's van mezelf laat zien toen ik klein was. En ik laat hem zien, denkt hij dat hij het was. Ja, van een kopietje. Ja, dan zegt hij gewoon van, hè, weet je. Dat ben ik. Ja. Maar hij kan zich niet herinneren waar hij op die foto was. Dus dat is gewoon mooi. En je kan hem dingen bijleren, kneden. Het is gewoon een eer om gewoon al papa genoemd te worden. Weet je, super mooi. Gewoon echt het mooiste dat me overkomen is in mijn leven. Wat de kinderen wilden meegeven. Ja, jeugd bijvoorbeeld. Ja. niet op vroege leeftijd papa worden. Nee. Ja, probeer gewoon zo lang mogelijk kind te zijn. Probeer van je jeugd te genieten. Weet je, als kind zijn wil je heel snel ouder worden. Ja, als ik ouder ben, ga ik dit doen. Ja, dat hè. Maar naarmate je ouder wordt, denk je, shit, kom ik maar nog even een keer terug. Echt, dus geniet gewoon van je jeugd, weet je. Probeer niet te snel volwassen te zijn. Of te snel bezig te houden met volwassen dingen. Maar aan de andere kant wordt dat ook wel een beetje van ze geëist. Hè? Als je op de middelbare school bijvoorbeeld kijkt, dan moet ze wel redelijk snel volwassen worden. Toch? Of heb ik het nou mis? Ja. Mag je zitten knikken? Nee, kinderen moeten snel keuzes maken. Aan de andere kant zijn ze nu natuurlijk nog kind, maar aan de andere kant moet ze ook, hè, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces, weet je, dat soort termen worden er allemaal ingegooid. Maar aan de andere kant zijn het ook nog kinderen. Ja, maar ik ben sowieso geen fan van scholen. Nee? De manier waarop scholen te werk gaan, ik ben echt tegen, man. School is gewoon een soort commerciële, zakelijke instelling geworden. Vertel. Ja, wat ik gewoon merk bij scholen is dat jij moet aan het einde van het jaar moet je gemiddeld gewoon een bepaald cijfer hebben. En dan ga je over. Ja. Maar hoe je aan het cijfer komt of wat je daartussendoor doet, dat weten ze vaak niet. Dat boeit ze vaak ook niet. Weet je, en de klas is dan ook veel te groot. Leerlingen boeit ze niet, boeit hen niet, bedoel je? Nee, ik bedoel, scholen, kijk, die leraren staan soms zo onder druk. Ik kwam laatst bij een school, was één leraar in een klas van 32 kinderen. Dus die lerares heeft helemaal geen tijd om te kijken wat er speelt in de werelden van die leerlingen. Nee. Weet je, dus eigenlijk, einde van het jaar moet je gewoon een voldoende staan. Hoe je aan die voldoende komt, dat is aan jou gewoon. En daardoor missen ze vaak heel veel dingen. Ja. Weet je, en dan heb ik gewoon leerlingen die gewoon bijna depressief zijn. Uh-huh. En dan een gesprek met me aangaan van, weet je, ik kan het tempo op school niet bijhouden. En de school, weet je, ik vind dat ze daar meer moeten gaan inzetten op de mens. Ja. Niet alleen de cijfers, weet je, waar heb je mee te maken? Waar lopen leerlingen thuis tegenaan? Ja. Waar lopen ze op school tegenaan? Weet je, iemand staat een 7 gemiddeld, maar hoe is diegene aan die 7 gekomen? Uh-huh. Gewoon afgekeken ergens, of kan diegene echt gewoon goed leren? Ja. Ik ga nu advocaat van de duivel spelen, maar het is een docent, die moet lesgeven en die hoeft niet te weten hoe het met hem gaat.
Vind ik eigenlijk niet. Advocaat van Duivel, hè? Ik vind als docent speel je ook een grote rol in de opvoeding van een leerling. Ja? Ja, docenten zien leerlingen vaak meer dan dat ouders die leerlingen zelf zien. Als ik gewoon kijk van... Laatst had ik ook iemand die zei dat hij heel veel invloed had op de opvoeding van zijn zoon. Ja. En toen zei ik tegen hem, maar hoe vaak zie jij je zoon per dag? Hij gaat 8 uur naar school. Je ziet 4 uur uit. Laat het eventjes gewoon bezig houden. Hij komt thuis, hij maakt zijn huiswerk, gaat even naar buiten. Huiswerk maken, voetballen, terug naar huis, douchen, slapen. Hoe lang heb je kind op zo'n dag gezien? Ja. Misschien netto 2 uurtjes. En zo'n leraar... Ja, als je naar school gaat en als ze thuis komen van alles. En normaal eigenlijk... kind gaat rond 18 naar bed, 9 meer. Dan zie je kind bijna niet. Maar zo'n leraar ziet dat kind eigenlijk meer dan dat je als ouder je kind ziet. Dus dan vind ik dat je ook een beetje de verantwoordelijkheid hebt. En een bijdrage kan leveren aan de opvoeding. Dus eigenlijk is een soort stelling wat je zegt, hè? Van docenten, leraren zijn ook opvoeders. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar technisch gezien heb je als ouders heb je kind eigenlijk heel weinig voor jezelf. Als het kind eenmaal naar school gaat en sport en buiten speelt. Ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik weet dat Moor en ik zijn het met je eens. Dat weten we, dat hebben we toevallig wel vaker benoemd dat wij opvoeders zijn. En wat je bij ons, wat ons kenmerkt, en wel in verschillende manieren zeg maar, is de relatie die wij met de kinderen hebben. Want ik denk dat wij, nou, bijna voor alle leerlingen, en dan moet ik even naar mezelf kijken, wel weet wat voor hobby's ze hebben. Ik benoemde dat vandaag nog toevallig. Wat mij nou anders maakt, bijvoorbeeld als andere docenten, dat ik weet bijna voor iedereen wat voor sport ze doen, waar ze werken, hoe het thuis in elkaar zit en dergelijke. Omdat ik die relatie belangrijk vind, zeg maar. En ik weet dat Marv het op zekere hoogte ook heeft, zeg maar. Ja, en dat maakt dat je dan een bepaalde band krijgt. En waardoor je dingen kan zeggen. Of ze nou soms vervelend zijn of positief zijn. Dat kan je gewoon zeggen. En dat is wel heel waardevol. Tenminste, dat vind ik heel waardevol. Om op die manier met die kinderen te werken. En dat maak je ook soms geliefd. Soms ook gehaat. Hè, omdat je zo... Maar dan ben je een goede leraar. Als je geliefd of gehaat wordt, of allebei, dan ben je een goede leraar. Maar als je gewoon in het midden bent, dan doe je het niet goed. Ja, ja, maar dat vind ik dat altijd lastig om dat over collega's te zeggen. Want aan de ene kant, dat zei ik ook in de klas. Want sommige mensen die gaan echt goed hoe meneer Leten lesgeeft. Die vinden het fijn hoe hij lesgeeft, hoe hij uitlegt en dergelijke. Sommige mensen zeggen, ja, bij Kremers man, die legt echt voor geen meter uit. Joh. Ik snap er echt geen reet van. Of hij maakt altijd grapjes tussendoor. Of die gaan niet goed op. Dus iedere... leerling heeft wel iets. Je hebt ook van die docenten die bijvoorbeeld heel streng zijn. Allemaal je mond houden, pen en papier, bam. Weet je, meeschrijven. Nou, sommige kinderen gaan ook op. Iedereen heeft weer andere behoeftes, zeg maar. En wat ik dan probeer tijdens mijn lessen om op al die behoeftes, zover ik het kan, hè, want ik kan niet alles natuurlijk, daarop in te spelen. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat ik ze zie. En misschien een beetje overdreven, maar het begint al bij de als ik binnenkom. Weet je, van de week ging ik bijvoorbeeld klappen. Ik zeg, ging gewoon klappen. Ik zeg, hey, daar zijn we weer, let's go. En die zegt, kijk, wat de fuck. Ik zeg, hey, jij hebt nieuwe patas aan. Hey, die zijn dik, man. Hey, je hebt van het weekend, ik heb het gezien, je moest playa, maar je hebt verloren. Oh, meneer, hou op. Dat is wat ik prettig vind. Nou, ik weet dat heel veel mensen dat niet hebben. Maar op die manier, weet je, dan voelen ze zich gezien. Ja, maar dat is super belangrijk. En iedereen, die als iemand ziek is geweest, hey, fijn dat je er weer bent. Alles oké verder? Nou ja, dat is denk ik het begin van een band, een relatie die je met een leerling aangaat. En met de een uiteraard natuurlijk wat beter als met de ander, maar dat hoort er ook bij. Maar dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het super belangrijk. Ik ben blij om te horen dat er nog leraren zijn die betrokken zijn. Maar sommige leraren, ja, omdat ze zoveel werkdruk hebben, kunnen ze dat niet doen. Wat ik net bijvoorbeeld zei, als een vrouw 30 leerlingen in de klas heeft, ga dan maar aan staan. MBO? Nee, het was... Hoe heet het nou? Een middelbare school gaan? Nee, het was een... ik krijg even nu de naam. Starterscollege, MBO niveau 1. Ja, dat is heftig. Ja. Ja. Dan zitten die kinderen daar al niet met volle zin. Ja. En dan heb je ook precies. Nog grote klassen. Dan heb je er 30. Ja. En dan dus kom je er eigenlijk niet eens aan toe om ze alle 30 echt... Mm-hmm. Ja, tof. Hey, jij hebt ook een film gemaakt, Schenk. Ja. Kan jij onze luisteraars iets meer vertellen over jouw film, Schenk? Kijk, Schenk is een korte film, dus eigenlijk alles wat ik zeg is al bijna te veel. Mm-hmm. Maar Schenk laten we eigenlijk zien dat social media vaak de grote katalysator is in de ruzies onderling tussen jongeren. De film is gemaakt met jongeren uit mijn wijk in de Hoofdrol. Jongeren die of in of dichtbij het mensengeweld zaten, in de wereld van mensengeweld. En ja, we laten gewoon zien hoe de dynamiek tussen de jongeren onderling is. Nogmaals, hoe social media daar een rol in speelt.
hoe snel het eigenlijk kan escaleren naar iets heftigs. En wat de gevolgen daarvan zijn. Ja. Ja, en die zijn soms heftig. Ja, man. Ja, wij hebben hier toen ook morgen die twee agenten gehad, hè? Die, Ja, ik ben meteen aan het kijken. Want ik kan dit ook gewoon gebruiken tijdens de rest, volgens mij, toch? Ja, tuurlijk. Ja, want dan... Want ik ben nu bezig met massamedia. Ik weet niet, opper mijn ideetje, maar misschien is het lauw dat jij een keertje, want hij gaat natuurlijk maatschappijkunde, burgerschap. Hoe tof zou het zijn als je een keertje bij jou in de klas komt morgen? Of praat ik nou een beetje voor mijn beurt? Nee, je praat niet voor je beurt. Wij zijn bezig met bezig met burgerschapsonderwijs. Mm-hmm. En we willen volgend jaar meer in projectvormen gaan werken. En de kans is groot dat ik je nummer 4 ben gaan vragen en dat we jullie als partner willen toevoegen aan het gehele lesprogramma. Maar ik ben nu voor het eerst vandaag tijdens de opnamedag van deze podcast zijn we voor het eerst met de vakgroep bij elkaar gaan zitten. Dus ik denk dat we over 2 maanden vanaf deze opname dan dat we al een goede kaders hebben. Dan kan het zo zijn dat ik bij jullie terechtkom of bij een andere organisatie, maar dat we het echt een body willen geven. Super dat dope, we meer naast het boek gaan werken, dat we meer in de maatschappij gaan zitten. Maar dit is al heel nice, bro. Dit kan ik bijvoorbeeld al heel erg goed gebruiken bij de nieuwe media en wat de gevolgen zijn van social media. Dus dit ga ik thuis even goed checken en dan ga ik het misschien toepassen in mijn les. Alle luisteraars, Schenk, gewoon kijken. Ja, toch? Delen. Ja, behalve de leerlingen dan, die moeten niet kijken, want dan kan ik er een opdracht aan koppelen. Want dat social media ding is dus de leidraad, zeg maar. En, ja, kijk, weet je. Je zegt anders te veel, ik ga gewoon checken. Ja, checken. En dan DM ik je gewoon via Insta en dan kan ik kijken wat ik verder mee kan doen. Ja, toch checken. Goed gefilmd trouwens ook, man. Ik zie echt een paar... Shout-out naar cameraman Gijs. Ja, man. Ik zie echt een paar hele toffe shots. Hier op die brug vind ik echt heel tof gedaan. En natuurlijk de regisseur van de film. Ik heb hem niet geregisseerd. Dus shout-out naar Rien. Rien Bekskans, de regisseur van de film. Ja, ik zie het inderdaad. Ik zie nu de credits. Heel tof gefilmd. Oh, echt heel tof gefilmd. Vind ik echt heel tof. Ja, dus ja, mensen, man. Hij staat op YouTube, staat hij dus. Ja. Ga het vooral checken. Heb ik even een samenwerking geregeld? Zo ben ik, weet je. Ja, man. Nee, heel tof. En waarom ik dit zeg en waarom ik het doe, omdat jij vertelde in de aflevering hiervoor ook jouw verhaal, zeg maar, in de notendop. En je luistert, je denkt over na, het maakt impact. En als het impact op ons hebt, dan heeft het zeker impact op de kinderen. En ik denk dat het goed is om te vertellen wat je mee hebt gemaakt, hoe de gevangenis bijvoorbeeld was, keuzes die je hebt gemaakt, nou, dat soort dingen. Ik denk dat het heel waardevol is om te delen dat hun niet op die manier beïnvloed worden. Yes. Ja, dat zeg ik goed, toch? Ja, man. Ja. Schenk, tof. Zijn er nog dingen op stapel waar je nu mee bezig bent? We zijn momenteel bezig met de pilot voor een serie. Oh, tof, man. Maar dat is nog zo klein eigenlijk, ja. Dat ik daar eigenlijk helemaal nog niks in openbaar. Dat wil zeggen, ja. Zolang het persbericht niet officieel eruit is, kan ik daar nog niks over zeggen. Ja, je wilt het niet jinxen. Ja. Ja, man. Maar we zijn in ieder geval aan het koken. Ja keihard. Ah, ik moet dan meteen denken aan, hoe heet die in Brabant? Ik ben aan het koken van Ecstasy. Hoe heet die? Zo. Die serie, ik weet welke je bedoelt. Hoe heet die serie, man? Die Brabantse pillendealer. Ja, we koken, jongen. Ferry, juist, dat is hem. Ja. We zijn aan het koken, maar geen pillen. Even voor de duidelijkheid. Ja, man. Nee, dat is, dus er staat wel iets op stapel. Ja. Dan krijgen wij vast wel de primeur als het zover is, toch? Ja. Ja, nu heb ik geen keuze meer. Ja, echt. Je kan niet meer, de weg terug kan niet meer, inderdaad. We zetten die gewoon Ik ben echt onder de indruk van wat ik de eerste minuut die ik zag, man. Ja, van die film. Ja, jij kan gewoon een podcast opnemen en film kijken tegelijk. Ja. Wat voor alle kanten gemultitasken. Ja, toch. De ene koppelt en is de host, de andere kijkt film en praat. Keihard. Nice. Nee, is heel waardevol. En trouwens, over wat ook laatst kwam een docent Nederlands naar ons toe, dat onze podcast wordt gebruikt, ik weet niet of het examen is, maar wel tijdens de lessen Nederlands, gaat het over podcast en podcast maken, hoe je een podcast kan eindigen. Ja, klopt. En ja. Hij vond het zo bijzonder hoe wij de podcast eindigen, want meestal is het bedankt voor het luisteren en fijne dag verder.
En wij geven natuurlijk het volledig uit handen. Mm-hmm. En waarom vond hij het zo bijzonder? Omdat het nooit gebeurt. Echt niet? Nee. Klopt. Okay. Ik ben best wel vaker bij podcast te gast geweest. En nu werd ik echt overrompeld. Ja. Ik dacht, oké, shit. Wat nu? Maar het is wel origineel. Ik vind het wel tof. Ja. Okay. Dus dat wordt ook. Ik weet even niet of het tijdens de les of tijdens het examen was. Maar hij heeft echt met Tim en Meulhof als je daarover in gesprek. Dope. En hij vroeg het ook aan jou, heb je het ook gevraagd. Aan mij heeft het ook gevraagd. Of je het nog gebruikt. Ik zei, ja, tuurlijk. Zeker ga je dit gebruiken. Dus dat is wel tof. Okay. Wat ik ook nog even wil benoemen is dat wij een hele lieve mail hebben gehad, hè, Mark? Ja. Wij hebben een mail gehad van een mevrouw. En deze mevrouw die luistert onze podcast. Ik houd het een beetje anoniem, ik weet niet of het mag of wel mag, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ja, ik hou het wel even anoniem. Maar deze mevrouw die begint met lieve Ben en Marv. Ze heeft zelf het hekel aan het woord lieve boven een brief. Of vooral aan mensen die ze niet kent, want ze kent ons eigenlijk helemaal niet. Nee. Middels onze podcast heeft ze wel het idee dat ze ons kent. En daardoor vindt ze het woord lieve eigenlijk wel de juiste aanhef. Ze vindt ons namelijk absurd lief. Niet zozeer omdat we nou altijd per se lief zijn of lief praten. Maar onze passie die wij hebben voor het onderwijs en wat daarbij komt kijken, dat raakt haar. En vooral de liefde die wij geven aan de kinderen waar we mee omgaan, dat vindt ze heel tof. Dus ze schrijft deze mail eigenlijk vanuit het niets om ons te complimenteren over wat we doen. En dat onze kwetsbaarheid die wij tonen, niet alleen in de lessen, maar ook in deze podcast, dat het dat heel mooi vindt. Dat wij bereid zijn om te leren en ook kritisch naar onszelf kunnen kijken. Papa Marvin vindt ze natuurlijk ook mooi. Als Marv gaat praten over zijn dochter, dan gebeurt er gewoon wat. Zowel in je oren, maar ook vanaf mij visueel. Dus uiteindelijk hebben we gewoon een hele lieve mail gehad. En dat wilde ik even benoemen. Dat mensen dus ook waarderen wat we doen. En dat ik het wel heel tof vind om terug te lezen. Dus enorm bedankt daarvoor. Onwijs lief en ontroerend. Dus, ja, super lief man. Ja, was echt heel nice. Dus, Ja, sorry, dat zeg even niks over jou. Nee, maar ik vind het toch mooi dat jullie zo op deze manier waardering krijgen, toch? Ja, zeker. En niet dat we nou per se op zoek zijn naar complimenten of je zegt, want we houden ook zeker van kritische noten en feedback. Maar dit kwam gewoon uit het niets. En wat ik dan mooi vind is dat zij de tijd en de moeite heeft genomen om deze lange mail, want ik doe het nou even in een notendop, gewoon helemaal gaan typen vanuit niet terwijl we haar helemaal niet kennen. Dus dat vond ik wel... Ja, ik vond het echt mooi om te lezen. Ja. Braza, hè? Ja, Braza, ja. Eigenlijk verdient ze een Braza, ja. Ja, man. Nice. Het is wel zeker tof om te lezen. Ja. Dus dankjewel daarvoor. Het is tijd. Het zit erop. Helaas. En alles komt een eind, zeggen ze dan toch. Wat dan wel leuk is, dat je weer de podcast mag afsluiten. Ja, je komt er niet met een SO'tje, kom je er nou niet mee weg. Dus ga even checken van, oh ja, shit, wat wil ik nog zeggen. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het enorm waardevol. Dankjewel voor je deelname. Het was echt heel tof. Ik heb echt van je genoten oprecht. Marv, bedankt voor jou. Yes. Jij bedankt. Ja. We bedanken je nooit. Jij bedankt. Ja, graag gedaan. Echt, met alle liefde. Ik vind het waanzinnig leuk om dit te doen. Dus we blijven het ook gewoon voorlopig doen. Mm-hmm. Ik ga de tune langzaam storten. Dankjewel iedereen voor het luisteren. En tot snel. Ik moet hem afsluiten. Nou kijk, bij de vorige heb ik gewoon een shout-out naar jullie gedaan. Maar dit keer ga ik jullie wat gewoon meer echt bedanken. Bedankt voor de uitnodiging. Dat ik hier mijn woord mocht doen. Ik hoop gewoon dat de luisteraars misschien iets aan mijn verhaal hebben. En dat ik iemand daar een beetje mee kan inspireren. Dus nogmaals dankjewel voor het bieden van dit platform. En ik hoop dat jullie door blijven gaan. En ik ga jullie ook onder druk zetten. Ik hoop dat ik ook vaker te gast mag zijn. Dus tot de volgende.